Hallo, ik ben Inge van MBO MediaWijs. Vandaag gaan we het hebben over Insert Learning. Insert Learning is een webapplicatie waarmee je websites kunt gebruiken in de les en er vragen, filmpjes en uiteindelijk ook toetsen mee kunt maken. Nou, ik ga even kort laten zien hoe dat werkt. En een goede disclaimer is wel dat je studenten een account moeten aanvragen en het is waarschijnlijk niet AVG-proof. Is jouw school. Dus check voordat je het gaat gebruiken of het jouw school toegestaan is om Insert Learning te gebruiken. Goed, ik heb een website, hè, De Correspondent, misschien wel bekend. En daar staat een heel interessant artikel over bedrijven die je volgen op internet. En nou, daar wil ik een opdracht over maken of een toets. En daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor. Die ga ik laten zien. Ik heb al een aantal dingen daarin gezet. Maar voordat ik dit ga laten zien, gaan we eerst even kijken hoe je Insert Learning kunt installeren. Je gaat allereerst naar de browser van Google, dus de Chrome browser. En in de Chrome browser, daar kun je werken met Insert Learning. Je gaat naar insertlearning.com, kom je op deze website en daar installeer je via deze groene knop deze extensie die je hier ziet. Maar ik ga het even weer wegklikken. Nou, dan ga je dus je eigen account aanmaken. En dan kun je dus, zoals op deze website, allerlei opdrachten gaan maken. Goed, nou, die extensie die hier dus zit, daarmee kun je dus dit paarse balkje plaatsen op elke website op internet. En dus daarmee opdrachten maken. Nou, allereerst zie je hier highlight tekst. Nou, wat je hiermee kunt doen, heb ik hier bijvoorbeeld bij Datacruimers al gedaan. Je kunt een woord of een stukje tekst markeren en daar dan een beschrijving aan toevoegen. Nou, hier heb ik dat dus al gedaan. En daar zie je dus de beschrijving die ik heb toegevoegd. Je kunt dus verschillende kleurtjes geven en je kan het ook weer heel makkelijk verwijderen. Goed, dat is die eerste functie, dus dingen highlighten. De tweede functie is een sticky note. Met een sticky note zijn heel veel dingen mogelijk. Je ziet telkens dat een sticky note verbonden is aan een alinea. En je dus per alinea verschillende sticky notes kan toevoegen. Nou, hier zie je al meteen een hele interessante optie. Ik zal er even nog eentje toevoegen. Als je dus ergens een sticky note plaatst, een sticky note is eigenlijk gewoon een post-it, dan kun je plaatjes, YouTube links en coders embed codes toevoegen. Maar je kunt dus ook zelf een filmpje opnemen. Dan druk je hier op de camera. En in dit geval ben ik al een filmpje aan het opnemen en werkt dat dus niet. Maar hier zie je het voorbeeld van het filmpje wat ik heb. Goed, dus dat is dus ook mogelijk. Nou, dan zie je dus dat je heel makkelijk, hier heb ik een filmpje gevonden van Nieuwsuur, wat over hetzelfde onderwerp gaat. En als je dat dus doet, hier zie je het filmpje van YouTube, je kopieert de link en die plak je dus in een sticky note. En dan verschijnt vanzelf het filmpje. Dat werkt alleen voor YouTube, dus niet voor andere filmpjes, want hieronder zie je een filmpje van de Privacy Collective. En die staat op Vimeo, wat je hier ziet. Stel dat je deze link kopieert, dan krijg je wat anders. Ik ga hier die sticky note weer toevoegen. Als ik dus nu die link plak, krijg je alleen de link. Wat je hier dus moet doen, is de embed code toevoegen. Dus wat doe je dan? Dan zie je hier dit, wat is het, een vliegtuigje, share. En dan zie je hier deze embed code. En daarmee kun je dus de film, de video toevoegen. Op deze manier. Je kunt ook heel makkelijk vragen toevoegen. Dat is meteen ook de volgende optie. Dus hier zie je insert a question. Je gaat dus vragen toevoegen. En die kun je ook weer per alinea toevoegen. Hier heb ik dat gedaan bij dit filmpje. Dus je klikt erop. Create a question. Nou, in dit geval had ik de vraag gesteld. Wat vind je van de actie van de Privacy Collective? Nou, create. Wil je daar een open vraag van maken, dan laat je het staan. Wil je daar een multiple choice vraag van maken, dan kun je hier de mogelijke antwoorden in toevoegen.
En daar kun je ook meteen aangeven als het dus een feitelijke vraag is, of het antwoord goed is of niet goed is. In dit geval is het natuurlijk een meningsvraag, dus dan ga je niet een goed of een slecht antwoord toevoegen. Maar stel dat je dat wel doet, dan kun je daar ook nog punten aan toekennen. Goed, ik ga dit weer wijzigen. En nou, hier zie je een voorbeeld, hè. Dat vindt het bureau Brandeis. En dan het juiste antwoord is aangekruist. Goed, dan als laatste wil ik nog laten zien dat je een discussie kan voeren op deze website. Scrollen door de tekst heen. En hier kun je dus openbaar een discussie openzetten. Nou, deze discussie gaat over welke invloed kan deze rechtszaak hebben op de toekomst van het internet. En iedereen kan dus openbaar een antwoord plaatsen en posten. En dat kun je openzetten voor alle klassen die je lesgeeft, maar ook voor bijvoorbeeld één klas. Dus stel dat deze opdracht alleen toegekend is aan de mediaklas, dan kun je alleen de antwoorden zien uit de mediaklas. Goed, tot zover dus hoe je de opdrachten kunt maken. Dan zal ik nog even laten zien wat je verder nog kunt met Insert Learning. Je ziet hier Assign, dus dat is de IL die hierboven staat. Je kunt op deze manier allerlei klassen die je al hebt, daar kun je dus deze opdracht aan toevoegen. Dus je kunt een klas selecteren en dan komt voor degene die in die klas zit, komt de opdracht beschikbaar. Ik zal ook even laten zien hoe dat werkt om een klas aan te maken. En daarvoor ga ik hier even inloggen. Goed, hier zie je dus de lessen die gemaakt zijn. En deze les hebben we net besproken. Je ziet, hij is al toegewezen aan deze media klas. Je zou ook even kijken, een nieuwe klas kunnen aanmaken. Dus hier zie je verschillende klassen. Dus een nieuwe klas. En dan doe je create a class en dan maak je bijvoorbeeld een nieuwe klas aan. En je kunt dan leerlingen toevoegen aan die klas door ze dit te laten zien. Dus in de klas laat je het scherm zien en op deze manier kunnen ze dus zichzelf dus toevoegen aan die klas. En als jij dan je opdracht hebt klaargezet en toegewezen aan die klas, dan kunnen ze de opdracht gaan maken. Dus als ze die opdracht gemaakt hebben, dan kun je bij grades terugzien wat zij gemaakt hebben. Dus hier bijvoorbeeld de mediaklas. En daar zie je dus deze opdracht. En daar zie je dus ook dat er antwoorden ingevuld zijn. Of niet ingevuld, no answer. Dus op deze manier kun je het dus nakijken. Dan heb je nog twee andere opties. Public Library, daar kun je dus andere lessen vinden. En Resources is een bron met betrouwbare internetbronnen die je kunt gebruiken voor je lessen. Goed. Nou, afrondend is Insert Learning een heel interessante app. Vooral als je online les geeft, dan is het heel makkelijk om op deze manier de studenten of leerlingen aan het werk te zetten. Maar het is niet AVG-proof en dat is natuurlijk een nadeel. Tot zover Insert Learning. Ik wens je heel veel succes ermee.